Hoi en welkom bij mijn favoriete video, namelijk het opstellen van mijn maandelijkse CBR met behulp van de Prompt Jar, waarin een soort eigenschappen zitten die mij helpen met het kiezen van mijn boeken die ik moet lezen voor de komende maand. Als je de vorige video hebt gezien, dus de wrap-up van de maand maart, dan weet je dat ik een enorme reading slump heb gehad en een beetje ben uitgekeken op romance. Dus mijn doel voor de maand april is om veel vooral fantasy te lezen, maar misschien ook gewoon andere genres, zoals thrillers, andere dingen dan alleen romance. Ik hou van romance, dus ik hou er wel van als er een beetje romance in een boek zit, maar gewoon iets minder van het genre romance. Dus dat is het doel voor deze video. Ik heb afgelopen maand weer 5 boeken gelezen, dus we houden het gewoon lekker bij het kiezen van 5 boeken. En laten we maar gewoon snel beginnen, want ik heb er echt heel erg veel zin in. En ik ben gewoon heel benieuwd welke boeken deze keer op mijn radar zullen gaan staan. De Jar wordt steeds leger. We gaan lekker door. De eerste prompt van deze maand. Oh wacht, voor ik begin. Dit is een overview van afgelopen maand. Welke boeken ik wel en niet heb gelezen van de opgestelde TBR-lijst. Ik probeer me er altijd echt aan te houden. Goed, afgelopen maand had ik ook echt een slump. Dus toen moest ik ook een beetje doen wat goed voelde. En nou ja, ik doe mijn best elke maand. Het is 1 keer echt helemaal gelukt. Volgens mij was dat 2 maanden terug. Ik weet niet meer. We gaan er gewoon weer voor. Eerste prompt is een boek met een dier op de cover. Oeh, wat leuk. Oké. Okay. Ik wil iets anders dan romance. Eens even kijken. The Serpent and the Wings of Night. Ik krijg heel veel aanraders voor dit boek. Het is een fantasy. Het is wel weer een eerste deel van een serie. Dat is een beetje een nadeel met dat ik nu fantasy zal lezen. Omdat ik niet veel series tegelijk wil lezen. Maar vaak zijn fantasies deel van series. Waaronder deze. Maar het is een korte. Volgens mij... Sorry, er vloog wat. Volgens mij zijn dit er 3... Zoiets. Maar hier is een slang, een serpent. Dat zegt natuurlijk ook wel de titel. Dus dit is een optie. Heel erg leuk. Wat hebben we nog meer? We hebben 6 of Crows. Er zit natuurlijk een kraai op de koffer. Maar ik wil eerst, hoe heet die ook alweer? Shadow and Bone lezen. Dat is mij verteld dat ik dat moet doen. Oeh, maar hier zit een hert op. Oeh. Dit is ook een optie. Ook een dier. Ik wist niet dat ik zoveel opties zou hebben. Tenminste zoveel. Ik heb tot nu toe 2 gepakt. Maar dat vind ik al veel. Het wordt ineens heel erg licht. Sorry. Het 4e deel van de Twisted serie. Er zit een vlinder. Kunnen we doen, maar is weer romance. En ik vind deze serie eigenlijk niet zo heel erg leuk. Dus ik heb betere opties liggen. Geen dier. Dit is een romance van Abby Jimenez. Ik heb nog nooit een boek van haar gelezen. Maar ik heb gehoord dat zij heel vaak dieren ook in het verhaal heeft. En dat het echt een mooi deel van het verhaal is. Hier zie ik een geit en een haan op de cover. Dus dit is een optie. Maar nogmaals, ik heb nu 2 goede fantasy opties liggen. Dus ik ga gewoon echt niet voor romance nu. We hebben ook hier Ninth House. Hier zit ook een slang op de voorkant. Maar deze wil ik denk ik bewaren voor de herfst. Ja, oké. Verder hebben we vast nog wel wat opties. Alleen ik vind dit echt wel hele goede keuzes. Waarschijnlijk zal het toch wel tussen deze 2 boeken gaan. Dit vind ik heel spannend. Het zijn allebei series, maar volgens mij allebei van 3. Volgens mij is het allebei een trilogy. Ik weet het niet zeker. Dit vind ik echt te moeilijk. Ik ga de achterkant lezen. Ik heb niet eens een idee waar het over gaat. Dus... ik vind het zo'n moeilijke keuze. Ik denk toch dat ik voor Shadow and Bone ga. Ik ben gewoon echt heel erg benieuwd naar dit verhaal. En ik weet niet, het trekt mij op dit moment heel erg. Dus ik ga voor Shadow and Bone. Dat wordt de eerste optie met het hert op de cover. Heel erg leuk. Ik ben heel erg benieuwd. Deze zou ik zeker nog willen lezen deze maand. Dus wellicht komt er nog een goede prompt daarvoor. Oké, we gaan naar de tweede. Vrije keuze. Oh, ik heb hem kapot gescheurd. Oké, okay, vrije keuze. Maakt niet uit, hebben we toch niet meer nodig. Vrije keuze, wat lief. Thanks, oké. Okay. Vrije keuze. Dan hebben we... Oh, ik twijfel tussen 2. Ik twijfel tussen Caraval en The Prison Healer. Allebei fantasy. Allebei eerste delen. Ik wil gewoon meer fantasy lezen, dus dat hoort erbij dat ik gewoon echt weer series ga beginnen. Ik lees op dit moment Throne of Glass. Ik moet nog 1 boek van de Twisted serie. Dat is het volgens mij. Ja, meer series lees ik niet. Dus op zich mag er nog wel een serie bij. We hebben al Shadow and Bone. Maar ik ga nu ook The Prison Healer erbij doen. Ik ben hier zo benieuwd naar. Ik hoor hier zulke goede verhalen over. En wat ik ook leuk vind, ik heb gezien op TikTok dat... Kijk, vaak in fantasies, zoals Throne of Glass, heb je een main character, zo'n female main character die dan
heel sterk is, goed is in vecht. Echt zo'n warrior type. En ik heb gezien dat dit een type fantasy is met een vrouwelijk hoofdpersonage die gewoon ook echt heel slim is. En vooral daarmee die werelden doorstaat. Snap je wat ik bedoel? Ik ga deze erbij doen. Ik ben heel erg benieuwd. Shadow and Bone and the Prison Here. We hebben een beetje een blauw-goudachtig thema dit keer. Hoe satisfying. Wat leuk. Oké, ik hou zo van die kleurenthema's. Ook een keer bedenken. En het gaat gewoon elke keer ook heel natuurlijk. Tenminste, we hebben nog maar 2 boeken. We gaan zien hoe het verder gaat. Maar ook deze zou ik graag willen lezen. Oh, mijn boekkaart zit zo vol. Deze kan nu weer tussen. Zo. Oké. Het gaat tot nu toe al erg rap. Ik weet denk ik wel gewoon goed wat ik wil deze maand ook. Dus. Oké. De derde prompt. Het laatst gekochte boek. Oh, wacht even. Dat zijn er... Even denken hoor. Dat is in ieder geval Yellowface. En ik heb tegelijk met deze nog één gekocht. Nee, niet. Deze heb ik gekregen, Careful. Daarmee verwar ik het. Yellowface, dat is het laatst gekochte boek. Dus heb ik die vorige week gekocht? Ja, ik zit echt in mijn gedachten te graven wat het laatste boek is. Wat ik nu heb liggen, is dit mijn laatst gekochte boek. Yellowface. Ik ben zo benieuwd. Het is in ieder geval iets anders dan het standaard roman dat ik normaal lees. Volgens mij gaat het over een vrouw die heel veel bezig is met schrijven, maar ze breekt maar niet door. En ze heeft volgens mij een vriendin, of niet. In ieder geval iemand anders, die is wel echt een bekend schrijver en die overlijdt. En dan gaat die andere dus haar identiteit overnemen of in ieder geval haar manuscript afmaken of zo. Het gaat in ieder geval over de auteurswereld en uitgeverijen en... Ik ben heel benieuwd. Volgens mij is het een heel bizar verhaal en ik zie hier heel veel van. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik ga deze erbij doen. Oké. Okay. Oh, 3 heel andere boeken dan ik normaal lees. Het gaat goed zover. Oké, okay, het vierde boek kiezen we aan de hand van deze prompt. Een boek waar studeren in voorkomt. Sorry, wat? Ik heb het zelf bedacht, maar ik weet niet wat hier achter mijn theorie is geweest. Is dit niet een bepaalde school? Oké, okay, die Atlas Six ben ik aan het bekijken. Oké, okay, er is iets met de 's werelds beste magiërs. Die worden uitgenodigd voor een of andere elite society. En omdat er maar een beperkt aantal mensen daar binnen kunnen komen, moeten een aantal kandidaten een jaar een bepaalde studie doen. Is dat, begrijp ik dat goed? Er staat letterlijk dat ze een bepaalde study gaan doen. Dus ik tel hem mee als optie. En het is een fantasy, dus dat is wel een goede. Is dit niet trouwens een college iets? Ja, dit gaat over college life. Say You Swear, is dat ze ook studeren. Het is wel een romance, maar ik heb hier wel heel veel goede dingen over gehoord. En misschien is het goed om wel een romance ertussen te hebben. Gewoon als palette cleanser. Het is een optie. De Deal is ook een college romance. Maar ik heb er nu niet heel erg zin in. Dus die doe ik weer terug. Ik heb vast wel meerdere opties. Dit is ook een of andere... Ja, dit is ook echt... Ja, dit is een Oxford University. Alleen deze intimideert me echt super erg. Omdat die gewoon best wel dik is. En ik weet niet. Deze intimideert mij. Dus ik denk niet dat ik deze ga kiezen. Maar het is wel een optie. Dit gaat volgens mij over een middelbare scholier. If you have been with me. Maar goed, dat is niet studeren. Dat, toch? Ik weet niet of ik dat eronder mag tellen. Ik ga hem in ieder geval niet als optie erbij doen. Oké, okay, er zullen waarschijnlijk wel meer opties tussen zitten, maar ik heb niet alles bekeken. Ik hou het even bij deze 3 opties. En het zijn best wel boeken die ik wat spannend vind om te kiezen. We hebben natuurlijk Babel, maar ik denk niet dat ik deze ga kiezen met wat ik al heb liggen. En het wordt weer de eerste maand dat ik echt even wat anders ga lezen dan romance. Dan ga ik niet meteen deze oppakken. We hebben Say You Swear, een college romance. Misschien een goede palette cleanser voor tussendoor. En we hebben die Atlas Six. Maar deze intimideert me ook best wel. Ik denk, in spijt, want ik ga dan een romance kiezen, dat ik voor deze ga. Ik hoor hier gewoon hele goede dingen over. Ja, ik denk dat het goed is om er iets anders tussendoor te hebben dan alleen maar fantasy. En natuurlijk hebben we Yellowface, maar dat is ook weer iets anders. Dus gewoon een palette cleanser tussendoor. Het doorbreekt wel echt het kleurenpalet. Maar goed, het kan niet altijd perfect zijn. Deze stop ik er terug. Oké, okay, de volgende, de 5e en de laatste. Ik pak hem helemaal van onder. Nee, dit is een grap. Dit is... Ik ga stikken.
Ik meen het serieus. Er staat gewoon... Er staat letterlijk een roman. Oké, ik heb wel één in mijn hoofd. Namelijk Swift and Saddled. Het tweede deel van... Hoe heet die ander ook weer? Ik kom daar laatst ook al niet op. Done and Dusted. Die heb ik ooit in het vliegtuig gelezen. Van Thailand weer terug naar huis. In de zomer heb ik die gelezen. Deze is onlangs uitgekomen. Het tweede deel. Hij is dun. Het is een cowboy romance. Ik vond het eerste deel echt heel erg leuk. Dus ik denk dat ik deze ga kiezen. Het spijt me. Ik heb wel uiteindelijk dus twee romances gekozen. Ik weet niet. Ik ben gewoon echt jarenlang een romance girly geweest. Dus het is heel moeilijk om daarvan af te wijken. Maar ik heb wel een paar fantasies uitgekozen. Ik ben op dit moment ook fantasy aan het lezen. Dus ik hoop wel echt een aantal fantasies te gaan lezen deze maand. Maar toch vind ik het een hele mooie stapel waarvan ik wel echt gemotiveerd ben om al deze boeken te lezen. Dus dat helpt al met die slump die ik afgelopen maand heb gehad om dat achter me te laten. Ten eerste met het dier op de cover hebben we Shadow and Bone gekozen. Ik ben hier super benieuwd naar. Er is ook een Netflix serie van en ik wil deze gewoon heel graag lezen. Ook omdat ik daarna Sex of Crows wil lezen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het tweede boek dat ik had gekozen was een vrije keuze. En toen heb ik The Prison Healer gekozen. Ik hoor hier alleen maar goede dingen over. Het derde boek was mijn laatst gekochte boek. En dat is Yellowface. Ik hoor hier zulke interessante dingen over. En het gaat echt over schrijven ook. Dus dat vind ik heel interessant. Ik ben gewoon heel benieuwd wat ik hiervan ga vinden. Dus dat is boek 3. Boek 4 was een boek over studeren. En toen hebben we de college romance gekozen. Say You Swear. Hoor ik ook heel veel positieve dingen over. Mensen zeggen ook echt dat ik deze heel leuk ga vinden. Maar goed, dat zijn mensen ook over de Twisted City. En die vond ik niet leuk. Dus ik ben een beetje bang. Maar we gaan het wel doen. Tenminste, ik kan hem gaan kiezen deze maand. En als laatste, een romance. Hoe kon het ook? Swift and Saddled, het tweede deel van Done and Dusted. Ik moet wel weer een beetje inkomen in... Het is een bepaalde ranch, een bepaald dorpje. En het is een side character van het eerste boek. Dus daar moet ik weer even inkomen. Maar in ieder geval... Heel leuk. En gewoon een lekker dun romance tussendoor. Ik heb dus deze boek gekozen. Dus hier wil ik voornamelijk uit gaan kiezen komende maand. Maar goed, het kan ook zijn dat ik toch nog een ander boek ga kiezen. Of hier helemaal niet aan toe kom. Dus hou komende video's in de gaten als je benieuwd bent. Als je meedoet met mijn maandelijkse read van onze boekenclub. Deze maand is dat Flawless. Het eerste deel van de Chestnut Spring series. Die heb ik al gelezen. Ik heb de hele serie gelezen en ik vond het echt top. Dus ik ben heel blij dat we die hebben gekozen. Ik ben super benieuwd wat mijn boekenclub ervan vindt. En als je dus meedoet en je hebt hem nog niet gelezen, dan kun je die dus ook lezen deze maand. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie je heel snel weer bij de volgende video. Doei doei!